Voor Houtalen is het nog maar de 6e overwinning van het seizoen, maar wel een belangrijke in de strijd om het behoud. Op 9 speeldagen van het einde heeft Houtalen nu 4 overwinningen meer dan Rode Lantaarn en Gent. Houtalen had de heenmatch in Pup en Ster gewonnen en daardoor waren de Walen gebrand op revanche. De sterke start van de bezoekers is dan ook logisch. Haslam voor 8-11. Houtalen herstelt langzaam het evenwicht. Iets over halfweg de eerste helft maakt debutant Stansbury zijn eerste korf. 20-20. Stansbury, een 37-jarige Fransman, in de basis ten koste van Hoogmartens. De thuisploeg is nu gelanceerd en laat Pepijn Ster ter plaatse. De vrijstaande mooi driepuntert naar 35-30. Even later ontfutselt Krieger de bal aan Silva. Krieger alleen door, maar niet egoïstisch. De dank is van Daniels die de 39-32 ruststand vastlegt. In de tweede helft drukt Houthalen meteen door naar een 10-puntenkloof. Daniels mag rustig opdribbelen en heeft ook nog een mooie beweging in huis. 52-42. Houthalen leidt 9 minuten voor het einde zelfs met 61-46. De 15 punten lijken voldoende voor de zege. Maar op 4 minuten tijd heeft Pepijn Ster de kloof overbrugd. Price met 62-62. De slotfase is nog heel spannend. Op de fast break lijkt Moore de beslissing af te dwingen. 75-69 op minder dan 2 minuten voor tijd. Maar wanneer Sessoms er met 3 vrijworpen op rij 75-75 van maakt, wordt het opnieuw stil in de zaal. Gelukkig houdt Krieger aan de overzijde het hoofd koel. Houthalen wint met 77-75. Een belangrijke zege met het oog op het behoud.